Welkom bij Gadget Gear. Hij is binnen, de Xperia 5 van Sony. Het nieuwe toptoestel met de nieuwe topcamera. Wij gaan hem uitpakken en we gaan die camera eens even flink aan de tand voelen. En dit is wat er in het doosje zit van de Sony Xperia 5. Natuurlijk hebben we hier het toestel. We krijgen een USB-C naar 3,5 mm audioverloopje. Dat is super handig voor als je nog een bedraden headset hebt of een Bluetooth headset waarvan de batterij op is, waardoor je bedraad altijd nog door kunt luisteren. Bovendien, wij gebruiken hem bijvoorbeeld ook tijdens onze videoopname, ook met die we met Xperia 5 hebben gedaan. Want enkele van onze unboxings zijn er al mee opgenomen. Hebben we hem ook gebruikt voor een externe microfoon. Echt super gadget dat hij erbij zit. Je krijgt een USB-A naar USB-C kabel. Je krijgt natuurlijk een Sony lader. Laatste keer dat wij een Xperia uit deze klasse uitpakten waren dat nog Greenheart laders. Dat label lijkt inmiddels geschrapt te zijn. Dat was een soort van super ecologisch label waarbij je zo min mogelijk energie verliest. Dus daar is een verandering in plaatsgevonden. Ergens in de afgelopen pak een beet 1,5-2 jaar. Wat je ook erbij krijgt is deze headset en dat is heel grappig dat bij een premium smartphone dat Sony daar geen USB-C headset bij geeft, dat we bij andere merken eigenlijk wel zien, maar een 3,5 mm headset en daarvoor heb je natuurlijk die adapter dan meteen nodig. Sowieso, ze klinken wel oké, maar het zijn echt super cheap oortjes die erbij zitten. En dat heeft er misschien ook mee te maken dat 9 van de 10 keer als een toestel gelanceerd wordt, wordt die gelanceerd in een actie met een high-end headset erbij. En dan heb je dit eigenlijk niet nodig. Maar op mijn beurt zeg ik van Sony, lever dit wat mij betreft überhaupt gewoon niet mee met je toestel. Qua compleetheid zit het dus absoluut goed. Tijd om te kijken wat die camera doet. Ja, er is natuurlijk geen toffer moment om een cameratest te doen dan hartstikke donker. Zeker als er zulke grote lenzen in zitten als bij deze Sony Xperia 5. En je ziet, ik loop nu onder een lantaarnpaaltje door, maar die face tracking die blijft actief. Super! Ja, ik zeg natuurlijk wel grote lenzen, maar dan heb ik het over de camera aan de achterkant. En daar kijk je nu doorheen. En dan zie ik eigenlijk heel veel zwart. Eigenlijk wel een beetje wat ik gewend ben, maar ik zie niet heel veel beeldruis. En dat is wel gaaf. En ik ben nu 4K aan het filmen. En ik moet zeggen, ik merk ook echt wel stabilisatie, zelfs in de nacht. Dat is gaaf. En ik ben even de zoom aanzetten. Die beeldstabilisatie die werkt. Wat is dit gaaf. Tijd om overdag uit te proberen. Ja, en dit is dan de kwaliteit van de camera overdag. En het is dus een regenachtige dag. Het is een beetje grijzig. En laten we wel zijn, als je op een zonnige dag dit soort filmpjes maakt, is een camera eigenlijk altijd wel goed. Ook van de slechtste smartphones. Dus het is eigenlijk wel lekker dat het gewoon net even wat minder tof weer is. Dat je gewoon goed de scherpte kan zien waarmee deze smartphone de boel vastlegt. En we zitten nu op het 1 keer zoom niveau. Nu gaan we 2 keer zoom. En je ziet, dat is een heel ander plaatje. Ja, en dan die selfiecamera. Dat ziet er toch ook echt stabiel uit. En ik zie heel veel details achter me. Ja, dit is een kwaliteitje. Daar word ik helemaal happy van qua camera's. Dit doet Sony met die Xperia 5. Echt super goed. Wil je nog meer weten over dit toestel? Check even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. Daar lees je alles. En wil je meer beelden zien? Blijf even hangen. Bijvoorbeeld om te zien hoe de wide camera lens van deze smartphone presteert. Want ja, die was ik net al helemaal vergeten. En hoe tof is dit? Je hebt dus gewoon 3 lenzen waar je over kunt filmen. Op hoge kwaliteit.
Ja, en wil je nou meer weten over dit product? Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. Daar lees je de hele review.